Zo, werkdag. Aflevering 14 van de Core Podcast. Over keepertjes vandaag is de centrale lijn. Bart heeft in een interview in het VOC vocabulair gezegd dat hij de presentator is van deze podcast. Ja, mooi man. Dus daar gaan we hem even op aanpakken dadelijk. Ja, Bart, ben jij de Wilfred Gené van deze podcast? Het stijgt ons allemaal wel een beetje naar ons hoofd. Ja, ik heb een heel bizar interview ook gelezen. Man. Ja, ik ook. Hij is gelieerd aan de jeugd van VOC, een voetbalclub in Rotterdam. Ja, het is eigenlijk begonnen als gewoon drie gasten die een gesprek voeren. Maar gaandeweg ben ik iets meer de vragensteller geworden. Omdat de jongens niet bescheiden genoeg zijn om hun mening een keer voor zich te houden. Dus daar is het eigenlijk uitgeboren. Ja, blijkbaar wel. Maar we zijn ook, ja, ik denk dat we ook wel wat dat we ook wel redelijk zelfkritisch zijn over onze eigen prestaties op het veld. Dat we ons niet al te serieus nemen. Ja, het heeft wel iets raars. Want normaal gesproken, voetbal is ook een soort van entertainment. Maar dan hoef je niet heel erg na te denken over wat mensen nou mooi vinden om te zien. Want het gaat alleen maar om winnen en verliezen. En nu bedien je toch een bepaald publiek, dus het is wel wat anders. Kijk, je merkt toch vaak dat er in een interview een bepaald sfeertje hangt, waardoor je wat behoorlijk politiek correct wordt. En dat is helemaal niet erg, dat snap ik ook. Maar ja, vaak gesprekken onderling die verlopen heel anders. Jij hebt net gezegd, ik ben niet de Wilfred Gené van de Core Podcast. Nee. Ik ben niet de presentator. We doen dit niet met een reden. We doen het eigenlijk zomaar. Het is gewoon lekker slap aan horen. Bart die heeft een master media en journalistiek gedaan. Dus dat is eigenlijk degene met de meeste expertise op dit gebied. En die heeft ook een beetje de rol van, eigenlijk is hij een soort zelfbenoemd presentator. Wat een zielige gasten zijn jullie met z'n tweeën zeggen. En ja, wat de rolverdeling betreft, Bart is toch heeft zich wel ontpopt als gespreksleider. Ik maak ook een podcast met Thomas en Maarten de Fokker. Daar ben ik de presentator. En misschien zou ik dat na mijn carrière nog kunnen doen. Ja. En voordat je reageert, ja. Ik vind het ook nog heel bizar dat je dan dat gaat over het vriendenteam. Ja, die is en dan noem je mij niet. Ik doe het met Thomas Vaar en nog een voetballer. En nog een gozer. En Maarten had zich in eerste instantie aangemeld als redactielid. En die heeft zich heel lekker ertussen. Die heeft zich heel lekker ertussen weten. Met die ellebogen ertussen weten te wringen. En die zitten nu ook gewoon vast bij. Ik denk dat ik een vrij natuurlijke spreker ben. En dat al in de pilotaflevering rolde dat eigenlijk zo erin. Dat we besloten hebben om het maar gewoon. Ja, zo te houden. Ik reed een paar weken geleden over de Erasmusbrug in mijn auto. En er komt iemand over de Erasmusbrug gelopen in tegengestelde richting. En het is een Afrikaanse man met een glimlach van oor tot oor. En die heeft een halve liter bier op zijn hoofd staan. Blikkie. Gewoon een halve liter bier, gewoon een pint heeft hij op zijn hoofd staan. En hij wandelt gewoon met een halve liter bier op zijn hoofd. Over de Erasmusbrug. Ja, dat is een raar verhaal. Maar ja, ik vind dat zo mooi. Dus uit de reactie toeter ik direct nou. En steek ik zo mijn hand uit. En hij met die grote glimlach, twee duimen terug. En dat biertje blijft gewoon rustig op zijn hoofd staan. En hij wandelt zo rustig door. Maar tot mijn grote verbazing, gisteren zag ik op de Instagram van Dumpert. Ineens een Afrikaanse man met een halve liter bier op zijn hoofd door de demonstraties in Den Haag fietsen. Ja, ik zweer het, je moet het kijken. Het is zo grandioos. Ja, de lijn is ook ver te zoeken meestal. Dus dat is tot op heden nog niet echt gelukt. Probeer het wel. Soms gaan we van tevoren even, ga ik even met Maarten zitten. En dan bereid het een beetje voor. Kijk, Thomas is toch een beetje de wandelende anekdote van ons drie. En Bart en ik doen vaak met z'n tweeën eventjes wat voorbereidend werk. Dan bellen of appen we daarna toe even wat ons idee is. En dan vindt hij het eigenlijk altijd wel goed. Als ik die andere twee zo hoor, dan doen zij eigenlijk het werk. En stel jij je huis beschikbaar om het op te nemen. En dat is het. Ja, ik ben ook in de podcast de creatieve buitenspeler. Zeker Maarten is een jongen die van maandag tot zondag in de boeken zit om zich voor te bereiden. En goed beslagen ten ijs te komen. En nee, dingen als politiek zijn of maatschappelijke zaken of racisme waar we het vorige week over hebben gehad. Dat zijn ook dingen die ons aan het hart gaan en in ons leven bezighouden. En dat is lekker om te bespreken. Ja, podcast is toch wel een beetje het nieuwe vloggen. En Maarten en ik hebben helaas de pech dat we gezegend zijn met een radiohoofd. Dus de podcast was de ideale uitkomst. Wat wij ervan hoopten was dat we gewoon, zoals we wel vaker op het terras of in een cafeetje zitten, gewoon
ja, zonder de tussenkomst van de journalisten een beetje met elkaar praten over dingen die ons opvallen, dingen die we grappig vinden. En ook dingen die ons vooral achter de schermen in de voetballerij interesseren. En ik denk dat dat iets is waar, ja, waar de luisteraar soms niet bij komt, of de voetbalfan soms niet aan toe komt. En wat dat betreft zijn wij een goede ingang. Volgens mij zitten we nu rond de 5000 mensen die luisteren. Dus dat is, ja, tenminste, ik had niet eens verwacht dat er 15 mensen naar zouden luisteren. Dus ik vind het wel mooi. Ja. Hebben jullie nog een streven dat jullie zoveel mensen willen laten luisteren? Of... Nee, ja, zoveel mogelijk. Ik hoor je achter me 1,5 miljoen. Ja, dat is waarschijnlijk Fokkert. De naam, Cor Podcast. Hij is nog geen één keer te gast geweest. Waar komt die naam vandaan? Die naam, ja, is eigenlijk ook een heel simpel verhaal. Veel minder spectaculair dan je misschien hoopt. Maar Cor Pot was de eerste gast die Bart en Thomas in gedachten hadden. Thomas en ik wilden een podcast beginnen en het leek ons leuk omdat we Cor Pot was ons trainer. Dat vinden we gewoon een leuke vent, een man aan wie veel verhalen kleven. Ja, dat leek een hele geschikte gast. Maar toen ging Thomas volgens naar Zuid-Afrika, dus hij is nooit te gast geweest. En toen we het over de podcast gingen hebben en we een groepsappje maakten, toen rolde die naam erin, de Cor Podcast. Ja, slecht woordgrapje eigenlijk. Een man die... die wel bespraakt is, die leuke verhalen brengt, die een interessante carrière als trainer heeft. Die wilde als eerste gast uitnodigen en toen hebben we het een beetje gekscherend gedoopt tot de Cor Podcast. Maar dat ging nooit door, hij kwam niet. Thomas die vertrok, die hele podcast ging niet door. Maar die naam was ja, natuurlijk een beetje een flauw woordgrapje, maar hij bekte wel lekker. En zo is hij eraan verbonden. Ja, maar hij komt altijd linksom, rechtsom, bovenom of onderdoor komt hij altijd wel even terug of wordt hij benoemd. En gaandeweg hebben we een beetje bedacht dat Cor Pot... een beetje een mythisch figuur rondom de podcast is die nooit aanschuift. Dat proberen we. Nee, bij deze? Hij schuift nooit aan. Geen idee. We hebben een aantal mensen op ons lijstje van wie het leuk zouden vinden. Cor is er absoluut één van. Maar als het mythisch blijft, zijn we ook oké. We zijn er doorheen. Onder het uur. Het is weer gelukt. En volgende week, bedankt voor het luisteren allemaal. En volgende week zijn we terug. Oui, oui, oui.